We zijn hier in het museum Kunstende aan de Misterstraat en daar is sinds half januari de tentoonstelling over het werk van, of van het werk van de heer Van Duchteren, bekend tekenleraar van de Rijkshogere Burgerschool, maar dat is alweer jaren geleden. Naast mij staat de heer Wim Scholz en hij is van vereniging Het Museum en met hem wou ik graag praten over deze tentoonstelling. Wim, kun je vertellen wie meneer Van Duchteren was? Ja, als je het mij vraagt, zou ik zeggen, hij is dé schilder van het oude Winterswijk. Schilder, maar ook tegelijkertijd tekenaar en etser en houtsneden, afdrukker enzovoort. Hij beheerst allerlei technieken. Dus zowel voor, is hij de man van het oude Winterswijk als van de verschillende technieken. Hij is niet in Winterswijk geboren, hè? Nee, hij is in Haarlem geboren, heeft zijn schilderkundige opleiding, had een volledig artistieke opleiding in Amsterdam genoten, heeft even in Amersfoort gewoond en heeft een jaar of 30 in Winterswijk lesgegeven en toen nog een jaar of 20 van zijn pensioen genoten. Heb jij hem nog gekend? Nee, ik heb lange tijd niet in Winterswijk gewoond en toen we weer terugkwamen, toen leefde hij niet meer. Nee. Dit is de tweede keer dat er een volledig overzicht tentoonstelling van hem is. Ja. Waarom zijn jullie er toegekomen nu? Overzicht tentoonstelling van het werk zoals dat een eigendom is van het museum. Het is allemaal het eigen collectie. Maar het geeft inderdaad een goed overzicht. Het is een overzicht tentoonstelling, mag je wel zeggen, vind ik ook wel. Ja. Ja. Waarom? Nou, hij was zelf zo bescheiden dat hij nooit een tentoonstelling van eigen werk heeft georganiseerd. De eerste keer hebben wij dat gedaan, maar toen was hij al een paar jaar overleden. Wanneer was dat ongeveer? In 78 was dat. Dat was een van de eerste tentoonstellingen in Museum Frerix toen nog. Ja. En toen heeft hij dus nog een jaar of 20 in zijn vrije tijd kunnen schilderen na zijn schoolwerk. Mm-hmm. In 78 een tentoonstelling. Ja. Daarna is er natuurlijk nooit meer nieuw werk bijgekomen, want hij was er niet meer. Dat kon niet meer, maar dat is er wel. Dat is bij heel veel particulieren aanwezig natuurlijk. Werk dat wij niet kennen en waar we ook wel erg benieuwd naar zijn. Het zijn heel vaak voor ons bekende tafereeltjes. Ze zijn ongeveer dezelfde kijk op de zaak als wij nou ook hebben. Dezelfde dingen die hij interessant vond. Hij was, dat zou ik op het eerste moment niet zeggen, hij was eigenlijk een broodschilder en je kon bij hem dus de dingen gewoon bestellen. Ja. En vandaar ook dat je hier aan de wand ziet hangen, een aantal keren de Jacobskerk natuurlijk. Of een aantal keren de watermolen bij Den Helder, de bekende tafereeltjes. Maar je kon gewoon bijbestellen, eventueel in een andere techniek, dat kwam dus vaak voor. Hij gebruikte veel technieken? Ja, zo'n beetje alle schilderkunstige technieken zowat. En dat is vaak ook moeilijk uit elkaar te houden, maar dat kwam door zijn opleiding. Hij had gewoon een hoge opleiding. Ja. Was hij ook portretschilder? Jawel. Ja, hij schilderde dus heel vaak onze bekende tafereeltjes, zoals ik al zei. Maar ook portretten kon je ook bestellen. En bovendien, hij schilderde die op wat heet de Achterhoekse Kunstkring. Dus is 38 opgericht en heeft bestaan tot in de jaren 50 na de oorlog nog. Waarbij bijna alle Winterswijkse amateurschilders één keer in de week bij elkaar kwamen en een portret schilderden. Dus je kunt, als je wat verder rondkijkt, kun je vaak dezelfde kop ergens vinden door verschillende kunstenaars gemaakt. Was hier een groot aanbod aan kunstschilders? Er waren een man of 10 ongeveer, dacht alleen ik. Alleen in Winterswijk? Die dat, alleen in Winterswijk. En kun je er daar een paar van noemen? Ja, Pieter Lintem hoorde erbij. Het is een beetje in dezelfde trant, hè, of niet? Dat is enigszins in dezelfde trant, dat is waar. Maar ook andere, Karel Stroes is echt een amateur. Mm. Selling, de man van bouwmaterialen, hoorde erbij. Hezen, ja, dat is weer een beroeps. Hè. Dus beroeps en amateurs door elkaar heen. Ja. En dat was de Achterhoekse Kunstkring? Achterhoekse Kunstkring, Jaap Rook hoorde erbij. Ja. Jullie, hoeveel werken hangen hier van hem nu? Ik heb ze niet geteld. Het zijn een stuk of 50 die hangen. En verder hebben we de vitrines nog vol liggen met allerlei kleiner werk. Want daar hebben we nog niet eens over gehad. De spotprenten die hij maakte. Daar was hij bekend om? Daar was hij zeer bekend om, want die werden in de krant afgedrukt. Dus als hier een gezelschap optrad van elders, of muzikanten, of hoe dan ook, dan werden die getekend door Van Duchteren en moest hij de volgende dag al in de graafschapbode staan. Dus, het, het ging hem ook echt wel om het geld. Ja. Dat zei hij al, hè? Ja, inderdaad. Ja, de tekenaar. Ja. Wat vind jij de meest merkwaardige
schilderijen. Kun je daar een paar van noemen? Nou, de meest merkwaardige vind ik eigenlijk de spreuken. Die hangen daar ginds tegen een wand aan. Het zijn er een stuk of 15 inmiddels. En het zijn vrome spreuken. Ik geloof niet dat hij zelf erg vroom was. Maar hij kalligrafeerde die eenvoudig. Ze werden gedrukt en werden verkocht door vooral de firma Hotel de Klok deed dat. Ja. En die zijn er verspreid door het hele land. En dat moet in hele grote aantallen gebeurd zijn. En er moet dus heel veel van zijn. En we zijn ook erg alert erop. Maar in Winterswijk kent men inmiddels de naam van Van Duchter wel. Dus maar elders, daar moeten ze op allerlei rommelmarkten en vergelijkbare dingen voor een happenkrats te vinden zijn. Ja. Dus het is niet zo dat zijn werk later veel meer waard geworden is. Ja, wat het is het waard, dat is altijd wat de gekke voor geeft. En dat is erg cultuur bepaald. Nu op het ogenblik zijn schilderijen van plaatselijke schilders niet zoveel waard. Maar in andere tijd weer meer. Dat kun je moeilijk zeggen. Ja. Nog even terug naar wat je net zei. Dat er ongetwijfeld meer Van Duchterens in omloop zijn. Ja. Denk je dat die ook in Winterswijk zijn? Ja, absoluut. Absoluut, ja. We weten er ook wel de nodige te hangen. En er zijn ook al mensen, een stuk of 10 mensen die zich hebben gemeld van wij hebben een Mondriaan. Dat van, zou van ze wel willen. Verder ging het wat minder makkelijk mee. Hè? Ja. We hebben een Van Duchter, dus mogen jullie wel lenen. Dus, maar er zullen er meer zijn, hè? Meer dan wij weten. En daarom zou het wel heel aardig zijn als ze die zoveel mogelijk in kaart zouden kunnen brengen. Dat ze fotograferen, opmeten en in kaart zouden catalogen. De bedoeling om die aan te kopen bijvoorbeeld voor het museum? Ja, we hebben niet zoveel geld. Hè. We zijn wel eens af en toe in staat om iets dat we heel speciaal willen hebben. Of ook wel via een legaat of zoiets. Dan hebben we wat geluk. Maar de eerste instantie willen we dingen in kaart brengen. Als we maar weten dat ze er zijn, dat is het belangrijkste eigenlijk. En ze zijn ook allemaal gesigneerd? Van Duchter, is natuurlijk moeilijk. Ja, Van Duchter signeerde altijd, alleen helaas nooit met jaartal erbij. Of bijna nooit. Nee. Maar dat heeft weer te maken met het feit dat je de dingen kon bestellen. Ja, die hij misschien 10 jaar geleden al had gemaakt. Hè? Gewoon dezelfde Jacobskerk opnieuw bestellen. Misschien in iets andere techniek. Ja, ja. Ja, dus daarom dateerde het niet. 1 schilderij hangt er maar bij. Daar staat bij geschilderd dat en dan. In de volgende situatie van toen en toen. Dus één gedateerd werk dus. Ja. Ja. Volgens mij maakte die ook decors. Ja, ook want, dat. Voor het openluchttheater heeft hij ooit in een stuk waar ik meedeed. Ja. Heeft hij ook zelfs decors gemaakt. Ja. Ja, voor verschillende toneelverenigingen heeft hij decors ontworpen, dat klopt. Ja, waar die gebleven zijn, dat weet ik niet. Nou, maar die zullen wel weg zijn, ja, denk ik. Nou ja, maar er zullen foto's van zijn, wellicht. Ik heb nog foto's ervan, ja, inderdaad. Ja? Ja, ja. Oh, nou kijk. Zo kom je alweer een eindje verder. Nieuw talent, goed. Ja, de officiële opening, die moet nog komen. Die moet nog komen. Ja, we doen het altijd zo dat we de tentoonstellingen een beetje geleidelijk maken. Dus we sluiten niet voor een week, maar we laten gewoon open. Halen een vorige tentoonstelling van de wand en hangen nieuwe dingen op. Mm-hmm. En zo kan het zijn dat nog een paar bijschriften ontbreken. Of dat een videopresentatie nog ontbreekt. Een officiële over 14 dagen. Dus woensdag, de weet ik niet hoeveelste. Het is vandaag de 5e, dus dat wordt de 19e. Dat is snel uitgerekend. Ja, 19 februari. Ja. En de bedoeling is dat hij tot maart blijft hangen? Eigenlijk nog iets langer, tot begin april. Dan wil de Winterswijkse amateurschilders, die willen een weekend hier graag in. Maar, en dat gebruiken we ook om de hele zaak dan te veranderen. Want ik had begrepen dat als er dus meer komen, dat die de oproep, dat er dan ook de tentoonstelling langer duurt. Maar dat is dus niet zo. Nee, ik denk dat het zo zal gaan, maar dat hangt dus gewoon van omstandigheden af. Ik denk dat het zo zal gaan dat de was begin april hier een weekend is. En dat we na die onderbreking door de was, zal ik maar zeggen dan, een andere Van Duchteren gaan ophangen. Dus de schilderijen die wij nu niet hebben, maar die hopelijk binnenkomen. Ja, het is wel de bedoeling dat die geëxposeerd worden. Ja, ja, absoluut. Ik hoop ze niet aan, maar ze zijn wel te zien. Absoluut, dat is het, ja. Ja. Oké. Ja, dat was het. Hoe omschrijf je Van Duchteren heel kort? Als een schilder met groot talent. En die dezelfde belangstelling merkwaardigerwijs had. Die wij nou ook hebben als het gaat om oude gebouwen en pittoreske gezichten. Oké. Dankjewel.
Graag gedaan.